من رحمة الله سبحانه وتعالى بأنه جعل العبرة في الخواتيم وليست في البدايات. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة Mijn naam is Arnoud van Doorn. Ik ben sinds 2 jaar moslim. Ik ben 49 jaar en op dit moment lid van de gemeenteraad in Den Haag. Ik ben fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid, dat is een partij op islamitische grondslag. Ik kom uit een christelijk gezin oorspronkelijk, geboren en getogen in Den Haag. Ik ben de oudste van 5 kinderen. Hiervoor ben ik actief geweest voor de PVV, dat is een anti-islam partij. Dat was voor een periode uiteraard voor mijn bekering, waarin ik weinig kennis had, veel vooroordelen over de islam. El Hollandi, Arnold van Doorn, منتج فيلم فتنة المسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ناشطا سياسيا فعالا في حزب الحرية المعادي للإسلام فكيف انتقل من أقصى التطرف اليميني إلى دين الوسطية؟ Voordat ik moslim werd had ik een heel ander beeld van de maatschappij, zeker over de islam en moslims dat ik nu had. In mijn vorige leven, noem ik het maar even, had ik het idee dat islam alleen maar iets negatiefs en iets slechts was. Ik was bezig met politiek, maar ik wilde helemaal niets te maken hebben met de islam. Ik heb een opleiding gedaan voordat ik actief werd in de politiek op hbo-niveau en die is jeugdhulpverlening. Ik ben gezinscoach geweest, jongerenwerker. Ik heb gewerkt in allerlei omgevingen waarbij te maken hadden met jongeren die waren ontspoord, criminele jongeren. Dat is een beetje mijn achtergrond, daar kom ik vandaan. Ik kom uit een traditioneel christelijke gezin, een warm gezin, waar ik hele goede herinneringen aan heb. Ik heb een hele prettige jeugd gehad en mijn ouders ben ik ook heel erg dankbaar voor de normen en waarden die ze mij hebben bijgebracht. En mijn ouders hebben er zeker aan toe bijgedragen dat ik nu uiteindelijk moslim geworden ben. الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسموه باسم عربي حتى يؤكدوا أن العرب أهل الفتنة. We wilden eigenlijk de mensen, de bevolking, waarschuwen voor de islam. En dat is de reden waarom wij de film Fitna hebben gemaakt. Film is een groot woord, want het is misschien, hoe lang heeft die geduurd? 10 minuten, 15 minuten, meer niet. En ja, natuurlijk had het ook politieke redenen, omdat we ook probeerden om op die manier zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen van mensen die ons zouden zien als de bescherming van onze vrijheid, van onze rechtsstaat. Dat is eigenlijk de reden geweest voor het maken van de film. Nogmaals, voordat ik daarbij was, maar ik was wel verantwoordelijk voor de distributie en voor de PR. Film Fitna, yani, min nahiya, yani, mungkin naqul hiya di'aya. هي بالنسبة لنا للإسلام كثير منهم يعني أسلم على إثر هذه نعم كثير منهم أسلم على هذه الدعاية ممكن أن نسميها ويعرفون أنها كذب يعني يعرفون ذلك كثير منهم أسلم الحمد لله. We hadden niet verwacht dat er zoveel reactie op zou komen omdat het eigenlijk niet echt een hele professionele film was. Dus de reacties hadden ons verbaasd ons eigenlijk wel. En het is wel een van de redenen geweest die hem aan het denken heeft gezet. Ik zag zoveel reacties en zoveel mensen die niet alleen maar boos waren, maar mensen die ook echt gekwetst waren in hun hart. Die ook echt verdrietig waren over het beeld wat er werd neergezet. En dat begon bij mij wel, het gaf mij wel een gevoel van
ja, er klopt iets niet. We hebben blijkbaar zoveel mensen gekwetst. En het kan niet zo zijn dat, hoeveel moslims hebben we, 1,2 miljard geloof ik of zo, dat al die mensen het fout hebben. Dus we hebben waarschijnlijk iets gedaan wat ook niet goed is. Er begon twijfel bij mij te ontstaan over de reacties die deze film naar voren gebracht. بعد ردود الفعل العالمية لفيلم فتنة شعر فان دورن أن هناك خطأ قد حدث فتوجه إلى المسجد للتعرف على الإسلام أكثر فأخذ مصحفا مترجما للقرآن الكريم وكتابا لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءني منذ فترة طويلة الآن وهو كما تعلم كان ينتسب وينتمي إلى حزب معادي للإسلام بشكل رهيب جدا سبحان الله وحكى لي سبحان الله أنه كان يقرأ القرآن أن حتى هذا رئيس الحزب المعادي للإسلام كان يعطيهم قرآنا لكي يقرأه فقرأه من باب القدح في الإسلام ومن باب قدح في نبي الإسلام ولكن سبحان الله كأنه بدأ يفكر في هذه الأمور التي يقرأها فجاءني فجلس معي سألني بعض الأسئلة فأجبته فأعطيته بعد ذلك الكتاب فذهب طلبت المصحف وطلبت القرآن تريد أن تكتشف الإسلام كيف وجدت القرآن؟ dat was het belangrijkste. En de Koran is natuurlijk de leidraad, het belangrijkste in alles. Maar mijn idee van de Koran, wat ik voordat ik moslim had, was totaal anders dan de Koran zoals ik die nu ken. En ik wil niet de verantwoordelijkheid afschuiven, maar het beeld wat veel mensen hebben over de Koran en de islam wordt voor een groot deel bepaald door politici, door de media. Je bent natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor het opdoen van kennis, dus dat is geen excuus. Maar juist door het lezen van de Koran als belangrijkste boek, is mijn beeld over de islam echt 100% gedraaid. Het heeft mij ook echt een warm gevoel gegeven. Hoe meer ik kennis opdeed, hoe warmer dat gevoel werd. أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وأنت تقرأ القرآن أريد أن أعرف ما هي الآية التي تأثرت بها Het vers wat, nou, de hele Koran is natuurlijk prachtig en het is heel moeilijk om te zeggen dat ik één vers mooier vind dan het andere. Alle versen bevatten wijsheid natuurlijk. Maar er is één vers, ik weet niet welk nummer dat is. Het is een onderdeel van Nisa. Ik geloof dat het vers 36 is en tot 40. Dat is het vers waarin eigenlijk de liefde vanuit de Koran spreekt. Het is eigenlijk een, misschien dat ik het niet zo mag zeggen, maar een beetje de samenvatting van zoals ik het heb, de Koran heb ervaren. Namelijk dat je dus gewoon een goed persoon moet zijn. Dat je liefdevol moet zijn naar je omgeving, naar je buren, naar je ouders, naar reizigers. Dat je de rijkdom die je hebt, eventueel die je hebt gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala, dat je die ook deelt met anderen. Dat je niet gierig mag zijn. وهي الآية في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الآية تتحدث كيف يتعامل الإنسان مع الإنسان. Dat je niet moet pronken met wat je hebt alleen maar om te laten zien wat je hebt. Dus de kern van het proberen een goed mens te zijn, een goed voorbeeld te zijn, ligt naar mijn gevoel van een heel belangrijk deel in dat vers. En dat is voor mij een vers wat mij uit de Koran het meeste heeft aangesproken. سماء بل شفاء بل هدايا لماذا أنت لم تدرك نعيما هذه الآية رسالة لنا جميعا أن عبادة الله سبحانه وتعالى ليست صيام وصلاة فقط بل هي كل هذه الأعمال الصالحة الآية تقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Hetgene wat mij het meest heeft overtuigd in de islam is eigenlijk het gevoel wat ik altijd al had. Ik kom vanuit een christelijke achtergrond, ik heb een christelijke opvoeding gehad. Dus ik ben heel erg bekend met de op zich de normen en waarden die ook in de islam bekend zijn. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets niet klopte. En ik ben er nu achter en dat is hetgene wat mij het meest eigenlijk raakt, het meeste wat eigenlijk bevestigt wat ik altijd heb gevoeld, is dat er één God is, dat er slechts één iemand is. Dat we alleen Allah moeten aanbidden en niet allerlei mensen daaromheen, niet andere profeten of andere personen. En dat is die eenheid die dus spreekt vanuit de islam, dat is hetgene wat mij eigenlijk het meeste past. وبعد فترة أظن بأنه بعد ثلاثة أشهر ثلاثة تقريبا جئت من خطبة الجمعة فدخلت فإذا به يخرج من هذه الغرفة فقلت للأخ الذي كان معه قلت له ما الذي حصل؟ قال لقد دخل في دين الله عز وجل أخذ هذه الكتب سبحان الله قرأ في هذه الفترة فتح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام فجاء فأنا حقيقة تعجبت من هذا الأمر وأنا أقول هي آية إنسان كان في وقت من الأوقات ونسأل الله عز وجل له الثبات بالطبع كان في وقت من الأوقات ينتسب إلى حزب يحارب الإسلام فإذا به اليوم يدافع عن الإسلام أريد أن أعرف لحظة الشهادة متى نطقت بالشهادة وما الحدث الذي أصبح حتى قررت أن تأتي إلى هذا المسجد وتنطق الشهادة كان المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى متى نطقت بالشهادة وما الحدث الذي أصبح حتى قررت أن تأتي إلى هذا المسجد وتنطق الشهادة سأحاول أن أفهمها ik heb in tegenstelling tot wat heel veel mensen doen, de shahada niet uitgesproken tijdens het gebed of tijdens mijn bijeenkomst, bijvoorbeeld tijdens het vrijdaggebed hier in deze ruimte. Ik heb de shahada uitgesproken samen met een broeder met kennis in deze moskee, maar in een ruimte hierboven die we misschien straks nog wel even zullen zien. Dus we waren daar eigenlijk alleen maar met z'n tweeën. En het moment van het uitspreken van de shahada leek van tevoren voor mij eigenlijk meer een formaliteit, omdat ik in mijn hart en mijn gevoel eigenlijk al moslim was na dit jaar opdoen van kennis en leren over de islam. Maar tot mijn verbazing was het toch nog een heel emotioneel moment. Ik had ook wel wat, was ook wel ontroerd, ik had ook wel wat traantjes. En dat voelde eigenlijk op dat moment, het voelde als een soort warme deken die over me heen kwam, een soort troostende hand op mijn schouder. Zo van, nou dit is zeg maar, nu is het echt, nu ben je echt moslim. Ja, munzil al-Qur'an, nooran ala Ahmada. Dat is heel moeilijk te beschrijven, dat gevoel. Moeilijk om dat in woorden te beschrijven. Het is natuurlijk een gevoel wat vanuit je hart komt. Het was een heel warm gevoel. Het was echt een gevoel, lastig, heel emotioneel. Ik voelde het echt alsof ik, alsof er iemand bij mij stond die mij meenam, die mij vastpakte, die mij troostte, die mij kracht gaf. Het voelde als een soort vaderfiguur die een hand op mijn schouder legde. Ik voelde echt de kracht en de warmte en de emotie. Nogmaals heel moeilijk te omschrijven, maar een prachtig moment wat ik nooit meer zal vergeten. En vanaf nu moet je het in de praktijk gaan brengen, proberen kennis op te gaan doen en ook het goede voorbeeld te gaan geven. Dus toen ik hier naartoe kwam, dacht ik van oké, het is een formaliteit, maar het uitspreken zelf,
was heel emotioneel. En als ik eraan terugdenk, raakt het me nog steeds. فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. وهكذا أسلم فان دورن واستمر في حياته السياسية، ولكن بقلب ممتلئ بالإيمان وفكر متطلع لخدمة الإسلام والمسلمين. فان دورن ليس من يعني من السهل، يعني لأنه كان حزب عنصري، يعني أكيد لأنه كان يحارب المسجد، مثلا هذا المسجد كان يحاربه. مثلا المرة الأولى عندما أتى قال لي كنت أحارب هذا المسجد والآن أنا أوجد بداخله، يعني أحمر وجهه، يعني لست أدري لماذا، لأنه ربما حس بأنه نادم، لأن الإنسان بالأمس كان يحاربك والآن يأتي بين يديك، يعني شيء غريب. يعني بعد إسلامك أخي أرنولد، هل استمريت في العمل السياسي والترشح للانتخابات؟ وهل نجحت في الانتخابات؟ We zijn vlak nadat ik bekeerd ben, heb ik samen met een vriend van mij, Abdou Ghoulani, een partij opgericht op islamitische grondslag. Dus een partij die als rode draad, zeg maar, de islam heeft. Hier in Den Haag. In Den Haag hebben we meer dan de helft van de mensen hier heeft een immigrantenafkomst. Daarvan is ongeveer 70% moslim. En er was eigenlijk geen partij, geen vertegenwoordiging in deze gemeenteraad om voor die mensen op te komen. Dat zijn wij nu wel. Wij zitten nu in de raad. Wij zijn gekozen vorig jaar. En wij zijn nu hard bezig om op te komen voor de rechten van de moslims in deze stad. ساهمت في إنتاج فيلم يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فيلم فتنة الذي أثار كل هذه الضجة، وبعدها أنت طلبت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وجدت هذا النبي؟ Omdat ik ontzettend veel bewondering heb voor deze man, het leven wat hij heeft gehad, de tegenslagen die hij heeft ondervonden, de vernederingen, de agressie vanuit zijn familie, vanuit delen van de bevolking in die tijd. En dat hij ondanks al deze tegenslagen en ondanks al deze aanvallen op zijn persoon, dat hij toch zo zacht is gebleven, rechtvaardig is gebleven, barmhartig, vergevingsgezind, dat is voor mij ontzettend knap. Dat vond ik ook heel ontroerend om te lezen. En dat is voor mij hij is een rolmodel. Het is een voorbeeld waar ik natuurlijk nooit aan kan tippen, maar wat ik wel probeer zo goed mogelijk te volgen. En het is ook relativerend, omdat de tegenslagen die ik zelf tegenkom, en die zijn er natuurlijk ook, in het niet vallen bij de tegenslagen die de profeet vrede zij met hem heeft ondervonden. في الحديبية كان عدد المسلمين أكثر من 1000 تقريبا. فلما دخل بعد ذلك في السنة الثامنة، هذا بعد سنتين، لما دخل إلى مكة كان عددهم أزيد من 10,000، سبحان الله. لماذا؟ لأن الإسلام ينتشر في وقت السلم أكثر من انتشاره في وقت العنف والحرب، لأن هذا الدين لا يحتاج لا إلى سيف ولا إلى حروب ولا إلى إراقة الدماء أبدا، لأن دليله قوي، سلطانه قوي، حجته قوية. نحن الذي نريد أن نعيش مع هؤلاء في هدوء وطمأنينة. سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت أحد أسباب هداية فان دورن إلى الإسلام، فاقترحت عليه أن يعمل سلسلة من المحاضرات لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن باللغة الهولندية، أن تكون مركزة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشر هذه السيرة ونشر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المهم. هل أنت موافق؟ Absoluut. Dat is de basis van alle kennis, denk ik, zeker naar jongeren toe.
dat we daarmee heel veel kunnen bereiken als de jongeren meer leren over het leven van de profeet, vrede zij met hem, en zijn voorbeeld daarmee ook kunnen gaan volgen. Dat is denk ik het belangrijkste en de kern om op deze manier jongeren op de goede weg te krijgen en ook een voorbeeld te laten zijn als ambassadeurs voor de islam. إذن أنا وأنت وإخوانك بإذن الله عز وجل في موقع نون المتخصص في القراءات سوف نكون داعمين لهذا الشيء لنشر سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. De Koran is mijn leidraad. Daar komt het eigenlijk ook neer. Het is het boek wat voor mij bepalend is over hoe ik in mijn leven sta, hoe ik om moet gaan met mezelf, hoe ik om moet gaan met andere mensen, hoe ik om moet gaan met deze maatschappij. De Koran is mij de bron van wijsheid, de bron van liefde en de bron van kennis. عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا